Nou, Mirjam, wat hebben we vanochtend gedaan? Nou, we stonden ongeveer om 5 uur op. Waarom stonden we om 5 uur op? Ja, dat was wel interessant. Ik was het gewoon zwaar kloten, maar goed. Het heeft de hele nacht geregend. En omdat de tent niet helemaal strak aangespannen was, lekte via het zeil de regen naar binnen en is dus onze hele tent van binnen net geworden. Ja, maar... Kortom, ik heb dus niet geslapen. Plus dat we van tevoren ook nog wisten dat er een beer in de buurt was, waardoor ik ook niet heel erg relaxed was. En er waren coyotes. Ja, maar dat vond ik op zich niet zo heel erg, want die waren ver weg. Want die heb ik wel de hele nacht horen janken, maar die waren niet dichtbij. Tenminste, dat dachten we. Totdat we vanochtend... met de beach ging wagen. En we terugliepen. En er vrolijk een coyote kwam langs huppelen. Ja. Die vanaf onze campsite kwam. Maar ja, dus we zijn nu een beetje uitgeput. Kunnen we wel zeggen. We hebben vanochtend natuurlijk ook gewandeld. Ja, we hebben vanochtend zo'n 2 uur gewandeld, denk ik. Dus we dachten, nou ja, laten we toch nog maar iets doen. Yep. En nu hebben we maar besloten om in plaats van morgen vandaag naar huis te gaan. Omdat we echt... een beetje gebroken zijn. Ja. En misschien gaan we dan morgen nog langs Ron en Janice, onze buren op de campsite. Die deze motorhome bezitten. Fantastisch. Met fietsen. En die zich een beetje over ons ontfermd hebben. Wat wel schattig is. Ja. Het was vooral gewoon gezellig. We hebben gisteravond rond het kampvuur gezeten, een beetje thee gedronken, gekletst. Totdat het ging regenen, hebben we nog even in hun motorhome gezeten. Ontbijt maken, konden we aan meedoen, wat heel niks was met eieren en koffie. Koffie vooral, heel fijn. Koffie was heerlijk. Ja, was heel niks. Ja. Maar goed, we hebben inmiddels best wel een heleboel geleerd, ook al zijn we eigenlijk hier nog geen 24 uur. Ik even hout hakken? Ja, Mirjam kan hout hakken. Dit is onze campfire. Ik weet niet of je het een beetje ziet, maar het brandt echt als een tierenlier, kunnen we wel zeggen. En Mirjam weet nu hoe ze hout moet hakken. Yep. Dus ik noem Mirjam nu ook wel meer je survivor woman. Nou, gaat natuurlijk niet blijven staan. Ik bedoel, Bear Grylls. Iedereen weet wie Bear Grylls is, zoiets heet hij. Die survivor man, okay. Die kan de pot op. Oké, okay, go. Oh. Oh. Kut. Het gaat niet allemaal in één keer even goed, maar... Dit is een beetje een grote. Oké. Oké, nieuwe. Andere. Nou, dat gaat lekker dan, hè? Ondertussen sta ik hier in de rook. Het kampvuur wat we de hele tijd... Wat we brandende houden voor de muggen. Ja. Bijna. Yeah. Hiha muscles, zeggen we dan. Oh, en daar is de bus. Die zie je, als het goed is, nu voorbij rijden. Ik denk trouwens dat het hier wel aan belang is. Ja. Dan breien we er een end aan.